Het is zover. We gaan zo. Nee, niet mijn zonnebril. Auw. We gaan zo meteen crossen samen. Tenminste, we hebben een crossles. En voor die tijd moeten we natuurlijk even poetsen en inladen en alle spullen meenemen en heel veel. Nee, je mag mijn zonnebril nog steeds niet. Dus ik moet zeggen, ik ben behoorlijk nerveus. Vrouw niet, die interesseert zich natuurlijk helemaal nergens voor. Totdat je er bent! Ja, wacht jij maar! We gaan samen met Maaike, die gaat met Henk. Dus die zien jullie zo nog wel. En nou ja, ik ga nu even op zoek naar hun. Nee! Nee. Ja, je mag mee. We gaan samen in de auto. Nee, je mag niet met de bril opeten. We gaan samen in de auto. Ja, dus dat gaan we doen. De Vrona staat nu los. Even wisselen. Oh. Zo. En ik heb een woningnet. En de sleutels van de auto. Dus ik kan alle spullen bij elkaar gaan zoeken en in het wagentje gaan stoppen. En daarna ga ik pas poetsen. Want anders dan moet zij steeds wachten en dan vind ik ook niks. Zo, het wagentje staat voor. En ik heb inmiddels mijn spullen erin gelegd. Hier zadel. Nog een pet, dekje. Borststuif, springschoenen. Hoe noemen we die dingen? Beestbeschermers. Een hoofdstel, zweep. Nou, ik heb niet ook een zweep vaak gebruikt, maar ja, in dit geval neem ik hem in ieder geval mee. Een emmer, zodat ze water kan drinken indien nodig. Nou ja, nog meer. Groot beestkap ervoor. Ik heb natuurlijk. Ja, ik heb ook maar een zweetmes meegenomen voor het geval ik er nog af kan spoelen. Handdoek, omdat ze natuurlijk altijd lekker vindt om even te jeuken als hoofdstel af is. Omdat het natuurlijk een hele spannende tocht is, hebben we natuurlijk wat lekkers voor haar meegenomen. En ja, nou, ik ga zomaar poetsen en daarna dan gaan we maar eens inladen. Vooral is geladen, tot nu toe valt het me allemaal mee. Ze staat een beetje te stampen, maar ja goed, als we strak rijden valt er niet veel te stampen, dan val je om. Dus ik ga nu in de richting Moordrecht rijden. Zo, we zijn er. Ook wind. Dus daar zullen jullie nog een beetje last van hebben, ben ik bang. Oh, Varoon zegt ook dat ze er klaar mee is. Eigenlijk een hele rustige rit. Wel veel file. Maar ja, met die wagen is het wel makkelijk te rijden. Dus dat scheelt. Ja, ik ga uitladen en die dingen afdoen en al die dingen meer. En even een paar camera's neerzetten, zodat jullie straks mee kunnen kijken. Ik heb er zin in. Maaike met Henk. Hallo allemaal, Rebecca en Maaike die zijn er en dat ze aan het inspringen om te gaan crossen en we gaan zo meteen gaan we weer meer doen. Nou, vertel maar even wie je bent. Ik ben Rebecca, maar ik weet het niet. We zijn nu bij de Zuidplasruiters en we gaan crossen. Nou ja, we gaan helemaal niks crossen, we gaan puppycross doen. Dus dat betekent dat zowel Vrona als ik over hele lage hindernisjes gaan snuffelen, kijken, misschien eroverheen. Er is daar een waterbakje, dus misschien dat we nog wat puppycross halen. Maar nou ja, we zijn hier eigenlijk gewoon om beter aan elkaar te wennen en elkaar beter te leren kennen. Gewoon iets spannends te doen. Nou, Vrona heeft er zin in zo te zien. Maaike, even stappen. Ja, het is altijd wel vrij enthousiast, zeg maar. Ik heb er ook zin in. Nou. Ik vind het leuker dan gedacht, dus dat is alvast goed. Heel veel plezier. Who am I to give advice? I'm nobody but take a listen. Just like everybody else, I've got a story. Vrona vindt het heel leuk. How to say it nice. Shine it up and make it glisten. All I know is I believe in it's reassuring. When I was out.
Cause you might be thinking that'll never work for me. Too young, too old, too poor. They're just excuses. So when you get down and you bottom out, remember this little something. Hope is what'll help you find your way. But you better listen, cause I'm that little voice inside your head. But you better listen. Who am I to give advice? I'm nobody, but take a listen. Just like everybody else, I've got a story. I don't know how to say it nice. I shine it up and make it glisten. All I know is I believe in it's reassuring. Gaat zijn coronaatje lekker uitstappen. Daar ben ik blij mee. De body protector zorgt voor zweet. Dus ik moet even afkoelen. Misschien moet ik even een duikje nemen ofzo. Kim vertelt net aan mij dat ze deze week er klaar voor is om te praten. Hallo Kim. Hoi. Kijk, Kim heeft gepraat op camera. Yay! Zo, Maaike. Nou, wij samen hebben wij die cross training gedaan. Wat vond je ervan? Nou, ik vond het echt geweldig. Ja. En Henk was ook wel mega braaf. Ja, echt ja. Hij deed alles. Ben je niet super trots op hem? Jawel. En hoe noemde ze je? Maaike? Nee, Glitter en Glamour. Oh. Hebben jullie de cap al gecheckt, jongens? Met goud. Even serieus. Oh. Ja, ze zit dan ook op Sir Henry the Fifth. Ja, en die deed goed. Ja, kom. Wanneer ga jij op Verona springen? Morgen. Crossen? Volgende week woensdag met mij. Als er plek is. Ja, durf je het aan? Ja, Veroon deed goed, hè, Veroon? Ja, ik durf het wel. Kim durft alles. Hè? Ja. Ja, Veroon doet ook niet veel. Om spinnen aan te raken, natuurlijk. Spinnen? Ben je boven spinnen? Ja. Oké. Okay. High five! Jee, jij ook! Ik vond het super gaaf. Heel erg naar mijn zin gehad. Was heel erg leuk om te doen. Veroon, hier blijven. Oh, Veroon wil eten. Zuster, zat mee.
Ik ga er nu afzadelen, en dan gaan we terug naar, naar de manege natuurlijk. Ik ga zeker nog een keer. Ik vond het heel erg leuk om te doen. En er loopt nu iemand een beetje om me heen. Die denkt, ah, voor de camera, dat wil ik niet. Ik wil er niet op. Dus bedankt voor het kijken. En ik zie jullie heel graag de volgende keer. Doei!